Uitzetbureau Flut. Ah, mevrouw Jansen. Ja, ja natuurlijk. Ja hoor, uitzetbureau Flut staat voor u klaar. Wat zegt u? Wilt u een kerstman hebben thuis? Ja, ja natuurlijk, dat moeten wij kunnen versieren, hè? Daar zijn we voor, dat moeten wij kunnen regelen. Ja, oh vanavond nog. Nou, dat zal een beetje moeilijk gaan, het is al bijna avond, ik weet niet waar... Nou ja, we zullen ons uiterste best doen hoor. Ja, goed, ik zal het proberen. Dag mevrouw Jansen. Jan! Panieksituatie. Jan, schiet alsjeblieft een beetje op, want ik zit vreselijk omhoog. Zit je omhoog? Ja, ik zit omhoog. Ja, ik heb problemen. Ik krijg hier net telefoon van mevrouw Jansen. Ja, uit de derde regio was dat nummer 2-3 hoog. Die moet een kerstman hebben, nu, bij haar thuis. Een kerstman nou? Een kerstman, hoor, ik heb wel vergeten kerstman nou. Ik heb wel vergeten, alle kerstmannen zijn onderweg. Ik heb geen kerstmannen meer. Ik heb Sinterklaas leggen in de stomerij. Ik heb niks meer. Ik heb alleen nog een vroedvrouw, maar die heeft geen baard. Wat slaat dat nou allemaal op? Zeg een kerstman. Ik moet een service geven. Jan, kom hier. Jij gaat als kerstman. Ik? Ja, jij. Oh, ik heb rustig vergeten. Ik ga echt niet als kerstman. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ik zie hem al gaan. Alsjeblieft, is een plezier en hou je mond, zeg. Ik heb het er nooit gedaan als kerstman. Ik begin er niet aan. Ik als kerstman zie hem al lopen als kerstman. Het is zo makkelijk als het maar kan. Het is simpelijk, hoe bonjour. Ja, dat kan wel wezen, dat kan wel wezen. Als je maar vriendelijk bent voor de kinderen. Een wolk van gezelligheid. Laten we het eens even gaan repeteren. Jij gaat even die deur door. Je wacht, je klopt. Ik roep binnen en je speelt even als kerstman. Ja, luister naar wat meneer Van Oppelen zegt, hè? Ik zie... Schiet dat toch alsjeblieft op, dat mensen heeft duren de tijd. Zo, je klopt aan, ik roep binnen. Ja, kom aan, actie. Ja, wie is daar? Goedemiddag meneer, ik kom van uitzendbureau Flut. Ik ben de kerstman. Dat slaat toch nergens op. Ja, ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Ik kom vanuit zijn bureau Flut. Zo deed ik niet. Ah, we gaan dat even voordoen. Ga zitten. Ja, luister nou, meneer Van Oppelen. Hou nou rustig. Ik speel even de kerstman, ja? U, meneer Van Oppelen? Ik laat het je even zien. Ja, meneer Van Oppelen persoonlijk. Ja, luister. Ja, meneer Van Oppelen. Het is eerste kerstdag. Oh, daar gaan we nog. Jij zit gezellig thuis bij de kerstboom. Oh. Ja. Gezellig. De kaarsjes branden. Het is een en al gezelligheid thuis. Doe ze gelijk aan. Hé, wat is dat nou voor nodig? Doe dat nou niet. Dat kost allemaal tijd. We moeten opschieten. Ik steek voor de gezelligheid ook een sigaar op. Nee! De dure Havana's. Zit die zo te knoeien? Het is eerste kerstdag. Nou, niet tegelijk te gaan janken. Nou, ik wil de sfeer brengen, ja? Oh. Jij zit gezellig met vrouw en kinderen bij de kerstboom. Oh, gezellig. Hé, leuk. Kaarsjes branden. En ineens... Hé, daar wordt aan de deur geklopt. Daar! Wie zou dat zijn? Nee. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie is daar? De deur gaat open. Ja? En wie komt daar binnen? Ik weet niet, ik vraag nooit mensen met de kerst aan. Wie zou er nou binnenkomen? Ik heb geen idee, ik nodig nooit iemand uit. Hij nodigt nooit iemand uit als je nou eens even nadenkt. Wie ben ik? Meneer Van Oppel. Ja. Meneer Van Oppel, al jaren, ja. Maar vraag je het dan? Waar vraag je het dan? Maar ik ben de... De Van Oppelen, de bekende. Wow. De bekende Van Oppelen van Flut. Ik zou spelen voor kerstman. Oh. He, he. Oh, natuurlijk. Begrijp je nou? Nee, ik heb hem door. Ik heb hem door. Ik ga naar buiten, ik klop aan, jij roept binnen en je ontvangt charmant de kerstman. Ga je nu naar buiten? De kindervriend, let op hoe ik het je voordoe. Okay. Ja, en tempo, hè? Niet van de snoep af, hè? Goedemiddag! Goedemiddag, Trump!
pom, pom. Goedemiddag. Wie kan ik zeggen dat er is? Wat moet je zeggen? Wie ben ik nou? Meneer Van Oppelen. Ja! Maar als kerstman! Ja! Stom van mij! Ik had je niet eens gauw herkennen, want je hebt geen baard om. Dan moet je doorheen kijken. Daarom zag ik meneer Van Oppelen. Nou, schiet op, hè? Ja, oké. Ik heb hem door. Doe nou even rustig. Ja, ik heb hem door. Oké. Ik klop, hè? Ja, je klopt. Niet zenuwachtig zijn. Nee! Ja? Goedemiddag, hier is de gezelligheid. Hier is... Wil je niet zo eng doen, alsjeblieft? Wil je niet zo eng doen? Je doet heel erg eng. Ik doe gezellig. Ik heb je nog nooit zo gezellig gezien. Dat is heel erg nou is het afgelopen, nou heb ik je een voorbeeld gegeven. Nou ga je ogenblikkelijk verkleden als kerstman en je doet het zoals ik het denk. En opschieten. Hoe heb ik zo iemand kunnen treffen? Die moet mij helpen als mijn eerste personeelschef. Verschrikkelijk. Enfin, we zullen... Ja, mevrouw Jansen, u spreekt nog even met uitzendbureau Flut. Ogenblikje. Jan, wil je nou opschieten? Ik heb een plezierige mededeling voor u, mevrouw Jansen. Ja, het is gelukt hoor. We hebben het voor elkaar gekregen. Even op, hè? Ogenblikje. Sta niet zo te blaren en verkleed je als kerstman, Jan. Ik heb al mijn personeel voor u ingeschakeld, mevrouw Jansen. Hij komt hoor, de kerstman. Nee, hij drinkt geen druppel. Nee hoor, daar kunt u van op aan. En de cadeautjes, die zet u maar van tevoren in een grote zak op de gang, hè? Ja, nou dat weet ik niet precies. Binnen 10 minuten is hij bij u, hoor. Dag, mevrouw Jansen. Jan, krijg ik nou een kerstman te zien of niet? Kom binnen. Daar is hij. Paashaas, de paashaas met de kerstdagen. Ja, wat maakt het uit? Die is een dag eerder gekomen, dat geeft toch niks? Een eitje met de kerstdagen is ook lekker, dat geeft niks. De paashaas is toch onmogelijk? Ik begrijp het probleem niet. Weet je wat? Jij gaat ogenblikkelijk naar mevrouw Jansen toe. Je ontkleed je doet dat pak uit. Je gaat erheen en je gaat je excuses aanbieden. Ik ben schiet op en trek dat pak uit, hè. En ogenblikkelijk en trek dat pak uit. Oh, hoe verzint de gek. Ja, meneer, u spreekt met mevrouw Jansen. Ik had u dus straks gebeld, weet u wel, over die kerstman. Ja. Maar wat u me nu gestuurd hebt, zeg, ja, dat overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ja, ik begrijp het, mevrouw Jansen. En wij bieden u bij deze ook onze verontschuldigingen aan, hoor. Ach, maar dat hoeft helemaal niet, beste man. Ik ben uiterst tevreden. Ik had namelijk een kerstman verwacht. En wat heeft u meegestuurd? Een kerstkonijn!